En op de vorige speeldag was hij ook nog belangrijk voor Union. Toen haalde hij een bal van de lijn. Dit is Boufal. En daar had Ito even geen beweging op die manier verwacht. Begin helemaal in de wind gezet. Begin van de wedstrijd of niet, Nicola. Maar dit is voor mij een gele. Ja, okay, ja, het is een gele kaart. Maar ja, hij speelde in Qatar bijna niet. Hè. Dus dat gebrek aan ritme, dat is echt wel een potentiële verklaring voor en Boufal. Dat zal een soort vrije rol zijn, hè? Chill. Ja, en als dit zich verder zet, dan gaan ze nog veel aan hebben. Ja, niet alleen vanavond, maar ook in het verloop van de competitie. Want zijn start is alleszins balen voor Pocconioli. Ja, hij leek stilaan. Ik ga niet zeggen zijn draai gevonden te hebben, maar het ging alleszins de goede kant uit met hem. Dat is goed gespeeld door Ito. Nog altijd Ito, Fadiga. Goede beweging van de Japanner. Ze hebben daar ook Fusaini al uitgeprobeerd. Kijken naar Boufal. Boufal! Hij wilde, ja, met een plaats. Lazar Rodriguez. Opletten, want daar is nog de herkansing. En die bal gaat maar rakelings naast. Ja, zich een beetje inhoudt met door te trappen na die gemiste kopbal van Rodriguez. Hij komt wel, maar het is Watanabe die daar in de buurt blijft hangen. En daardoor een beetje zich inhoudt, zien we hier, om dat contact. Boufal met een schotje. Rodriguez in het begin naast. Oei, dit is slecht uitgespeeld. Rodriguez trappen naast. Weer rakelings voor laatst. De recuperatie weer hoog op het veld. Goeie paas van Houten meteen. Te weinig mensen van Agent die daar echt de wil hebben om die bal te gaan recupereren. In dit geval Gandelman. En dan snel in één tijd gehandeld door Union. Ja, uit de draai met terug naar de goal. Moeilijk voor Rodriguez. Het zou tegen de gang van het spel geweest zijn natuurlijk. Dat Gent voor zou staan, maar wat een mogelijkheid. Union opnieuw. Weer Boufal. Boufal, verste hoek zoeken. Roef. Nee, maar goed. Ja, op basis van de wedstrijd tot nu toe. Mooie bewegingen. En ik zie niet waarom het niet zo anders. Eén penalty veroorzaken natuurlijk. Surdé met zijn linker. Tweede paal zoeken. Gandelman kan misschien terugkoppen. Had dat moeten doen. Misschien wel, ja. Richting Gudjonsen. Brown, kijken wie er voor de goal is. Gandelman kiest altijd positie natuurlijk in die 16. En zuigt vaak de bal als een magneet naar zich toe. Maar het is Fadiga nu. Met een soort gekraakte poging. Een soort voorzetschot. Er is wel wat lengte inderdaad. Voorlopig al 2 goals op corner en 1 op vrije trap. Union dit seizoen. Deze bal valt over de lat. Dus het is zeker en vast goed. Om die, als u hem nog niet hebt, te downloaden. Kijken naar Castromontes intussen. Met de trap afgeweekt bal. En dan stond Davy Roef aan de grond genageld. Met het hoofd devieert in hoekschop. Kort genomen intussen. De corner is daar al met de bal in de handen van Davy Roef. Ook in negatieve zin. Onder andere op Antwerp 2 keer geel. Surdé. Surdé is er lang. Surdé kan voorbrengen. Goed verdedigend werk daar nog van. Wie was het? Sadiki zeker. Ja. Goed, corner voor Agent. Wie kan er trappen hier? Ja, het was een redelijke poging van Watanabe zowaar. Maar het straffe is dus Watanabe niet opgeroepen. En Taniguchi van Sint-Truiden was wel bij Japan. Ik zou hem er altijd bij pakken ook hoor, Watanabe. Castromontes met de hoekschop. 3-4 jongens van Union lopen in een soort treintje. De bal blijft hangen. Burgess, kan er iemand afwerken? Kort genomen, snel genomen weer Boufal. Boufal, mooie schijnbeweging. En weer doet hij hetzelfde weer. Die verste hoek zoeken met zijn goede rechter. De kruising, die wil hij vinden, maar dat is nog niet. Maar daar is hij opnieuw intussen. De herhaling liep nog, maar Boufal met de potentiële dribbel. Raakt niet voorbij Watanabe. Kan hij nu nog eens proberen? En nee, korte hoek dit keer, maar gered door Roef. Dus dan ga ik deze keer... Ja, oh weer, jongens, ja, dit had hij dus gemist in die herhaling. Kant hoor. Goed naar de bal gekeken, maar dan komt er natuurlijk Van Houten bij. Moet Watanabe een keuze maken en dan denk je van ja... Toegevoegde tijd komt eraan. Dat gaan 2 minuten worden, krijgen we te horen. Dus we gaan nog even door. Lazar. Lazar, overtreding. En dat moet ook geel zijn. Ja. Natuurlijk is dat geel voor Torunariga. Niet voldoende, dat klopt. Maar hoe vind je de woorden en telkens de uitleg om hetzelfde te zeggen? Ja, Nicola, het is kwaliteit ook. Hè? Ja, dat is waar. Brown, goede aanval hier. Burgess. Ik van Burgess. En meteen de tussenkomst en de gele kaart. De aanval liep nog verder, maar meteen afgebroken door Nathan Verboom. Alessio Castromontes.
beetje een vreemd verhaal hoe het voor hem daar geëindigd is. Oh, knap van Lazare. Ja, zet Brown makkelijk in de wind en krijgt dan een schouderduw. Ja, net iets te weinig, denk ik, om echt een strafschop te gaan krijgen. Cubs de aanvoerdersband natuurlijk overgenomen van Watanabe. Surde. Oh nee, het is Gamboor, sorry. Die oprukte. Johnson, opnieuw Gamboor. Durft hij een keer schieten? Nee, goed breed leggen. En nu dan, kans misschien voor agent Brown. Waarom schiet hij niet meteen, Brown? Ah, hij had dan met zijn rechter moeten trappen. Nee, maar hij schiet nu ook met links. Hij legt hem eerst nog goed. Ja, ik weet het niet of het meteen had gekund. Ja, dat had zeker gekund. En dan trapt hij nu weer met rechts en dan is dit matig. Als die rechter toch is om te trappen, zoals... Nee, ja. Maar als het dat toch is om te trappen op de tegenstanders als je er net deed, dan kan je meteen... Stevig van McAllister. Maar Union blijft, Gent blijft in balbezit. Fadiga, mooie kapbeweging achter het steunbeen. En dan in de handen van Maurice. Hij trapt hem. Sadiki weer naar Amani Lazare. Maar is er plots heel veel ruimte. Niemand die Van Houten oppikt. Hoe is het mogelijk? Charles Van Houten mag zomaar met de bal aan de voet. De 16 mag de hoekschop nemen. De Marokkaan kijken naar de... Jongens van Union, wie loopt erin? Rodriguez. Oh, Kevin Rodriguez. Ja, niet zo'n makkelijke wedstrijd voor de spits van Union. Die heel erg fraai, acrobatisch. En hoeveel scheelt het? Ja, niet zoveel. Centimeter of 20. Niet zoveel. Het was knap veel, gedaan. Knap gedaan, ja. Al van Rodriguez was een moment. Een doelpunt liefst. Daar is Sadiki en die maakt haast hoor. Die is snel. Sadiki gaat zelf trappen. Ah, zag niet op zijn linker. En dan toch geen El Hadj. Verwacht dan misschien een jongen zoals El Hadj met creativiteit. Maar die ligt niet meteen in de bovenste schuif bij Pocconioli. Oh. Ook geel. Charles Van Houten in discussie met Wouter Franke daar. Hetzelfde verhaal eigenlijk voor hem, hè, maar dan aan Union kant ook voor hem. Hebben ze redelijk wat geld betaald, 1,6 miljoen. Maar moet het nog laten zien. Sadiki, kan hij het laten zien? Sadiki! Afgeweken bal via Watanabe, maar nee, dan Kalani, buitenspel. Kalani is... Promise David. Nu gebruikt hij wel goed zijn lichaam. Promise David in twee keer. Dit was goed inderdaad. En daar was bijna de voorsprong voor Union. Eindelijk een keer een opflakkering. Onderaf gehouden. Dit was goed. Coronariga in zijn rug. Draaien, schieten tussen de paal. Dan nog eens het vervolg. Dan wel twee keer goed roef natuurlijk. Heeft dan een voet van Coronariga nog tegen het hoofd gekregen, denk ik. Hier gaan we dat zien. Ja, bij het koppen. Castromontes in de rug. Slim gespeeld door de Engelsman, Sonko. Mooie kap. En dan, daar moet je mee opletten. Balverlies. Dicht bij de eigen 16 meter. Maar zoveel slordigheden in deze laatste minuten. Aan de twee kanten trouwens. Hier is Brown. Makkelijk, iets te makkelijk zelfs voorbij Terro. Sonko. Mashida. Oei, aanname was niet goed. En dus moest hij de bal wel wegkeilen, want anders kwam er een corner aan. Oei, wat heeft Promise David... Ja, die sloeg de bal weg omdat... Komt er toch nog ergens een onverwachte wending. Kums, balletje over de verdediging. Dat is een goede paas. Samoase voor de goal. Is onder meer Gandelman. En daar is ook Sonko. En Dien. Dien kan trappen, afgeweken bal. En appel voor handspel. Zeer nadrukkelijk bij Dien. Die heeft dat... Goed, het duel gewonnen, Mashida. Union nog een laatste keer naar voren misschien. Niang. Niang wordt daar door twee jongens gehinderd. En dat wordt... Gamboor. Betaald met de gele kaart. De Super G, de reuzenslalom. En dus, ja, wie weet. Vrije trap nog voor Union. Pocconioli die is aan het bidden, bij wijze van spreken. Omstandigheden met die twee spitsen die gekwetst zijn. We zijn eigenlijk aan het einde van de rit. Verbomen fluit dan ook af. En het blijft scoreloos in het Dudenpark. Union 0, Agent 0. De meeste mogelijkheden waren wel voor de Brusselaars. Maar het is nooit... echt ontploft vanavond hier.